Wereldwijd is zaterdag stilgestaan bij Earth Hour, een activiteit waarbij huishoudens als ook bedrijven voor tenminste een uur tussen 9:30 en 9:30 s'avonds de lichten uitdoen. Stichting De Backlot heeft in het kader hiervan samen met de padvinders de jaarlijks terugkerende wandelloop georganiseerd. De wandelloop die elk jaar als eindbestemming het Onafhankelijkheidsplein heeft, verliep dit jaar anders. Vanwege werkzaamheden die op het plein worden uitgevoerd, was het eindpunt het padvinderscentrum Weest paraat. Sherman Auguste, ranger van de Pater Anton Donizi Groep, zei dat dit de boodschap voor het zuinig omgaan met energie en daardoor het beschermen van de aarde niet mag bederven. U hoort ook Kelvin Konicki, coördinator van de Ranger Scouts, die het belangrijk vindt dat de padvinders de wereldbol vanuit Weest paraat door de stad dragen. Klopt dat het iets anders is, maar wij van de padvinderij willen dan nog op onze manier onze bijdrage leveren door bekend te maken dat er Earth Hour is en dat wij als scouts ook bewust zijn van de effecten die ze voordoen. Waarom vinden jullie het zo belangrijk? Wat is de belangrijkste verbinding van padvinders en de aarde? De padvinderij, oké, onze eerste regel is sowieso discipline. En we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal padvinders en wij maken deel uit van het milieu. Dus als mens, hoe wij ook deel uitmaken van het milieu, geven wij dat ook gehoor en zien we ook de effecten die allemaal plaatsvinden. En aangezien wij als mensen ook weten dat ze niet goed zijn, dan leveren wij als padvinders ook onze bijdrage om ook de samenleving aan te geven dat ook wij als padvinders hieraan meedoen. Het is heel belangrijk, één, omdat een padvinder zorg heeft voor de natuur. Twee, omdat we ook als land deel uitmaken van de Verenigde Naties. En wij streven ook als, om in 2030 de SDG-doelstellingen te realiseren. Dan moeten we zeker vandaag de dag de bezorgdheid tonen als het gaat om de effecten van klimaatsverandering in de wereld. Konicki zei verder dat de padvinders elk jaar hun bijdrage leveren aan Earth Hour en dat zullen blijven doen. Het bestuur heeft daarom besloten om het evenement vanuit zijn eigen terrein te organiseren. De wandelloop is onder begeleiding van een brassband en de politie door enkele straten van de binnenstad gegaan. Konicki vertelde wat de padvinders daarna zouden doen. Vandaag hebben we kampvuur en verder gaan we met onze geweldige aardbol lopen. De route is ook al bekend. En als we hier zijn, gaan we met z'n allen pret hebben. Maar zeker is het ook belangrijk om de bewustwording op gang te brengen. Een stukje awareness, het bewustzijn bij jongeren, zowel bij ouderen en Suriname. En ook internationaal wordt dat door een x-aantal individuen gevierd. En er wordt aandacht aan gegeven. Dus met z'n allen zullen we vandaag, het lichtevenement wordt het genoemd, welke gestart is in Australië toendertijd, om dat weer leven te geven hier in Suriname. Maar vooral na vandaag om de bewustwording verder op gang te brengen, zeker bij onze politici. Dat was Kelvin Konicki, coördinator Ranger Scouts van de Pater Anton Donizi Groep. Hij sprak zaterdag bij de aanvang van Earth Hour. De wandelloop is gestart en geëindigd bij het padvindercentrum Weest paraat aan de Eddy Brumastraat.